Ja, goedenavond of goedemorgen, goedemiddag. Ik weet natuurlijk niet wanneer je of wanneer u kijkt, maar welkom bij deze speciale sessie, dit speciale optreden van mijn boek Restmens, dat net afgelopen maart, eigenlijk net pas, is uitgekomen bij uitgeverij Podium in Amsterdam en Nieuw-Amsterdam. Mijn naam is Marjolein Visser, ik ben psychologe. En antropologe, ik heb klinische psychologie en culturele antropologie gestudeerd. En ik ben sinds kort schrijfster. En dat is eigenlijk omdat ik mijn ervaringen als psycholoog en als antropoloog wilde verwerken in een boek. Wilde schrijven, niet vanuit het perspectief van de onderzoeker of de hulpverlener of de vrijwilliger, wat ik ook veel ben geweest. Maar vanuit geschreven vanuit zorginstellingen, trauma-instellingen, andersoortige hulpinstellingen. Geschreven vanuit het perspectief van degene die die hulp ontvangt of dat onderzoek ontvangt. Het is dus een speciaal optreden voor Pantheon Boekholt uit Amsterdam. Prachtige boekhandel. En zij hebben gedacht, we gaan een optreden verzorgen, optredens verzorgen. Nu we niet meer lezingen kunnen geven, schrijvers niet meer kunnen presenteren, doen we het maar zo. En ik wil er meteen wel bij zeggen, u kunt of jij kunt nog wel naar de boekhandel gaan. Naar deze, naar Pantheon, maar ook nog naar vele andere boekhandels. Steun deze fantastische boekhandels en fantastische mensen. Eigenlijk altijd brengen ze de boeken tegenwoordig in de coronatijd ook op de fiets of op een andere manier naar de lezer toe. En ze zijn gewoon veel leuker dan bol.com of al dat soort plekken. Maar goed, terug naar het boek. Ik ga wat vragen beantwoorden tijdens dit bijzondere optreden van Marieke de Groot, medewerker van Pantheon, van de boekhandel Pantheon. En zij heeft het boek gelezen, wat ik een hele eer vind. En zij heeft vragen opgesteld. En nou, die vragen ga ik beantwoorden in de komende 10 minuutjes. En ten eerste de vraag: hoe zou jij Restmens samenvatten? Nou, Restmens is, zoals ik al zei, eigenlijk een boek geschreven vanuit het perspectief van de hulpontvanger. Als psycholoog en als antropoloog kwam ik heel erg veel mensen tegen bij ministeries of zorginstellingen, in verzorgingstehuizen of in traumaklinieken, ziekenhuizen. En toen dacht ik. Wat is het een groot verdriet als je niet de kans krijgt om jezelf te uiten door onvermogen? Bijvoorbeeld omdat je een verstandelijke beperking ook deels hebt. Wat een van de twee personages heeft, Pim, met zijn radioshow Pim FM. Maar ook als je op een andere manier onzeker bent geworden. Bijvoorbeeld omdat je uiterlijke schijn en je status is weggevallen. Door een groot ongeluk dat je is overkomen en dat psychisch en fysiek ook misschien wel zijn sporen heeft achtergelaten. En dat is het tweede hoofdpersonage, David, die na een ongeluk zijn uiterlijk helemaal veranderd zag, heel erg onzeker werd en in een heel web van zorg geraakte. En deze twee personen kijken naar de wereld en kijken naar mensen zoals ik. Dus het is voor een deel gebaseerd, ondanks dat zij verzonnen zijn, op ervaringen die ik heb gehad. Maar ervaringen waarop ik op de onhandige plek soms stond als onderzoeker of vrijwilliger. Zij kijken dus naar mensen zoals ik, die hun best doen, maar met wie het ook niet altijd goed verloopt, die interactie. En zij doen hun verhaal voor een voorgesteld publiek. Pim, de jongen met de verstandelijke beperking, heeft een eigen radioshow en hij verzint zijn eigen publiek. Gaat helemaal los. En David schrijft een essay naar schrijvers, naar lezers, een wetenschappelijk publiek dat ook niet bestaat. Maar wij lezen op die manier toch zijn verhaal. De volgende vraag is: het boek gaat over heftige dingen, maar toch weet je er lucht in te houden met humor. Nou, daar ben ik heel blij om dat te horen. Hoe heb je dat aangepakt en hoe belangrijk is dat voor jou? Nou, voor mij is humor heel erg belangrijk. Anders kom je gewoon niet door zo'n verhaal heen. En bovendien denk ik dat het onmisbaar is in een proces van ziek zijn en je kloot te voelen. Om, ja, los van dat je af en toe zegt: Godsamme, waarom moet dit mij overkomen? Dat er ook nog iets van lichtheid
is, dat je die vindt in je leven, op wat voor manier dan ook. Dus ik vond dat heel belangrijk. En nou ja, daarom heb ik het erin verwerkt. Wil je een stukje voorlezen? Nou, zeker. Ik ga een stukje voorlezen van David in zijn invalide woning. Ik zie mezelf kijken naar mijn telefoon met één gemiste oproep van mijn moeder. Naar mijn psycholoog, die hier nog steeds zit, en dan naar buiten. Ik denk aan mijn leven en de tijd die zijn werk wel doet. Over mijn karakterbeschrijving in mijn essay. Doordat ik 's middags slapen moet, zitten er 2 middagen in 1 donderdag. En ik wacht steeds, tot er iemand voor de deur staat, op de wandeling, op het einde van de wandeling. Wachten is mijn hoofdbezigheid. Niet eerst bellen, niet direct terugbellen, niks inspreken, of toch, nee, toch niet. Geen wanhoopsdaden, geen sprongen in het nauw. Een zenuwslopend takenpakket. En ik val steeds in herhaling, of beter gezegd, ik realiseer me dat ik steeds maar alles herhaal als een cassettebandje dat 's nachts wordt teruggespoeld en de volgende dag weer opnieuw hetzelfde slome hoorspel afspeelt. En ik heb constant pijn. Door pijn voel je dat je niet dood bent, elk moment van de dag, zonder pauze. Voelen dat je niet dood bent is heel anders dan voelen dat je leeft. Ook ben ik te los geraakt om een volwaardig mens te zijn. Ik ben doorgelekt menstruatiebloed en haar die in de soep viel. Ik ben godverdomme de door mijzelf getypeerde groep subsidievretende asielzoekers die we hoofdschuddend voorbij zien trekken voordat we weer met het echte leven verder gaan. Restafval. En afval ligt in de weg en alles wat in de weg ligt duurt te lang. En ik ben getraumatiseerd, zodat ik 8000 keer per dag en nacht aan deuren en rook en vuur denk en woedend word als de tussendeur bijna dichtvalt. Daarna denk ik 8000 keer per dag en nacht aan porno of eten en aan het laten ervan. En tel ik mijn keren genot, waardoor ik nooit echt geniet. Als ik me nog af en toe kon ontspannen, als er in de hel een lichtstoel kon worden neergezet. Maar dat is niet het geval. Tot slot blijven de geliefden weg. Ze vergeten naar me omhoog te klimmen uit het verleden of op me te wachten vanuit de toekomst. Maar vooral zijn ze er nu niet. Ze zijn er niet nu ik dit denk en daarom zeg ik dit voor en tegen niemand. Ik ben er zelf altijd door geraakt als ik lees. Omdat ik mensen, allemaal mensen voor mij zie die ik heb begeleid. Maar ik ga nu door naar de volgende vraag. De zin dat hij zijn nu, dat hij of zij nu ook aan zichzelf moest gaan beginnen te denken, komt heel regelmatig langs in het boek en wordt door volgens mij alle personages uitgesproken. Klopt dat? En waarom heb je daarvoor gekozen? Dat is een goede vraag. Ja, het klopt inderdaad. Ik vind het een mooie zin, omdat het iets heel logisch is wat we zeggen. Wat ook heel erg past volgens mij bij deze tijd. Hè. Je moet ook aan jezelf gaan beginnen denken. Maar wat ook soms inluidt dat je aan andere mensen dus wat minder denkt. En ik vind het zelf, ook al zeg ik hem zelf wel eens, een klein beetje een ingewikkelde zin. Er gebeurt iets spannends. Hij kan betuttelend zijn of een beetje schrijnend zijn of een beetje iets passief-agressiefs in zich hebben. Of heel veel verschillende gevoelens kan volgens mij deze zin behelzen. Je zegt daar heel veel mee impliciet en dat vind ik interessant. Je zegt niet ik wil niet meer voor jou zorgen. Je zegt ik moet ook aan mijzelf gaan beginnen denken. Dat vind ik gewoon een heel boeiende zin. Het heeft iets met slachtofferschap en redderschap te maken. En het doet pijn. Dus daarom komt hij veel in het boek voor. Of een paar keer komt hij in het boek voor. Goed opgemerkt. Ik vind het leuk dat Marieke de Groot dit heeft opgemerkt. En wat is de rol van Anneke in het boek? Nou, Anneke is de vrijwilligster in het boek. En zij wordt, zij staat echt symbool voor degene die het allemaal goed wil doen. Ik heb zelf de rol van Anneke ook vaak ingenomen als vrijwilliger in bijvoorbeeld ziekenhuizen. En ik vind dat interessant, het perspectief van iemand die het zo graag goed wil doen. En die daardoor ook wel eens wat dwingend kan zijn door al die goede bedoelingen. Doordat ze het zo persoonlijk maakt. Maar ook, ik denk ook echt veel goeds kan doen. Dat is wat zij doet in het boek. En zij begeleidt zowel Pim als David.
Nou, vervolgens is de laatste vraag: wat kan jouw boek mensen brengen in deze tijden van corona? Of hoe kan het ze helpen? Nou, voor mij is het in zekere zin wel symbolisch, want mensen met wie ik werk, die ernstig ziek zijn, bijvoorbeeld of gehandicapt of ernstig getraumatiseerd, maar ook Pim en David zitten heel erg opgesloten in zichzelf. Ze maken op een bepaalde manier iets mee wat lijkt op corona, doordat ook isolatie en onzekerheid een enorm grote rol speelt. En hoe gaan zij daar dan mee om, met dat opgesloten zitten in jezelf? Hoe ga je daar mee om? Ik vind de mensen met wie ik werk, als ook mijn hoofdpersonages, heel erg inspirerend hierin. Als ik denk, ja, als jij dit meemaakt in zo'n extreme vorm, waarin je alles verliest wat je kende, dan moet ik ook om kunnen gaan met wat mij nu overkomt met corona. Dat bijvoorbeeld mijn boekpresentatie niet doorgaat. En dan moet je door in het leven. Je moet de moed houden waar zij heel erg mee bezig zijn. Want hoe je kijkt naar wat je overkomt is geen eindoordeel, maar een self-fulfilling prophecy en blijft je leven voor altijd beïnvloeden. Ik ben Marjolein Visser. Dit is mijn boek Restmens, die net is uitgekomen. Mijn debuutroman. En ik wil heel erg bedanken Pantheon, de boekhandel. Ga naar deze boekhandel. Bel ze op, bestel uw boeken hier en bij anderen. En tot snel. Dank u wel.